Ik ben John. En wij zijn hier vandaag bij het seminar Verder bouwen op Science. En daar zijn wij heel bevlogen over, Open Open Science. Wij zijn niet de enigen die daar bevlogen over zijn. Er komen al een heleboel mensen binnenlopen, zie ik. Welkom. Dankjewel. Ik ben vandaag de dagvoorzitter en dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Dat je als docent van de hogeschool gevraagd wordt voor zo'n rol. Omdat Open Science, Open Access natuurlijk iets is wat we allemaal een warm hart dragen en waar ik ook al vele jaren mee bezig ben. Dus ik vind het geweldig om vandaag de dag jullie daar doorheen te leiden. Dag Tom, wat fijn Hallo. Dat je er bent. Dankjewel. Zou jij ons misschien kunnen uitleggen wat nou het belang voor HBO is van Open Science? Het allerbelangrijkste is, behalve het principiële punt dat onderzoek wat publiek wordt bekostigd ook gewoon publiek kenbaar moet zijn, vind ik dat het onderzoek van hogescholen, het praktijkgericht onderzoek, wat hartstikke goed is, heel belangrijk is, veel gevraagd is, maar heel weinig kenbaar is. Dus we moeten zorgen dat we dat veel bekender maken, veel meer toegankelijk maken voor MKB, voor het publiek, voor maatschappelijke instellingen, voor overheden. En als dat lukt, dan maak je ook de kwaliteit van het onderzoek beter. Want dan kunnen de onderzoekers ook elkaars resultaten makkelijker vinden. Dat kan weer tot nieuw gesprek leiden en daardoor tot beter onderzoek. Prachtig. Hoi, dat is lang geleden. Waarom ben jij hier vandaag, José? Nou, ik heb meegewerkt aan de informatieve film over Open Access. Okay. En die wordt in een van de workshops getoond. Wat spannend. Dus dat is heel spannend. Ja. Kijk, en dat is niet de enige bijdrage van de gast. Want we hebben zelfs ook nog van onze OZO-groep, de ondersteunende groep van onderzoek. Die ook een rapport heeft ingediend. Dat staat nu ook op de nominatie. Dus we hebben daar ook een... Voor de HBO Awards. Ja, kijk eens aan. Spannend. Ja. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat verder gaat verlopen. Ik laat nog een kans liggen om te vertellen dat ik ook nog ben genomineerd voor de HBO Award vandaag. Dus extra spannend. De winnaar. De winnaar van de award voor 2017 is geworden Saxo. We staan hier lekker knus op beeld met de winnaars van de HBO Award. Hoe voelen jullie je nu? Yay! Hey! Volgens mij wel goed. Zijn jullie nog net zo bevlogen over Open Science als jullie het laatste jaar geweest zijn? Altijd. We gaan gewoon verder. Ja, we gaan lekker door. En ons team is groot, want Open Science doe je niet alleen. Ja. Nee. Ja, hartstikke mooi. Ah, John. Hey, Paul. Goedemorgen. Leuk dat jij er ook bent. En zou jij mij misschien kunnen uitleggen waarom ook Surf zo bevlogen is over het thema Open Science? Nou, laat ik het zo zeggen. Open Science, alle onderzoek in Nederland, dus het gebeurt eigenlijk binnen hogescholen, universiteiten, gebeurt met publiek geld. En dan is het ook belangrijk dat de resultaten die je daarmee boekt, dat die ook publiek zijn en open en toegankelijk voor anderen. Dat is één. Ja. Het tweede is, dus heel belangrijk, dat op het moment dat je je data, je gegevens, je processen open stelt voor anderen, levert dat altijd meer samenwerking op. En daarmee een versnelling van het onderzoeksproces. Je krijgt reacties van anderen. Het levert nieuwe herhaalde onderzoeken op. Het levert samenwerken met anderen op. Het is gewoon beter. Het goede van deze dag vind ik dat er hele goede discussies zijn. En dat het dus meer praktijk is en minder theorie dan vorig jaar. Het gaat de goede kant op. Ik vind vooral de energie die er is vandaag heerlijk om vorig jaar plannen en dit jaar concreet aan de slag. Ja, mooi. Bevlogenheid van de deelnemers. Ja. Enorm leuke dag. Veel researchers, veel ontmoetingen, veel inspiratie. Er is echt een beweging op gang gekomen ten opzichte van vorig jaar. Dat is absoluut mijn beeld. En ik ben daar heel erg blij mee. En ik loop daardoor zelf ook weer extra warm. Dat was een inspirerende dag vandaag. Ja, zeker. Nee, er was een hele hoop deelnemers. En ook van allerlei verschillende organisaties en allerlei verschillende afdelingen binnen die organisaties. Dat maakte volgens mij ook dat de discussie heel rijk was. Want dan neem je al die perspectieven mee. En ze zijn allemaal even bevlogen. Dus dat is, Klopt, helemaal mee eens. En John, wat vond je nou het leukste deze dag? Ja, dat is moeilijk te zeggen, maar ja, nee, ik moet toch echt zeggen, dit vlog. Daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. En ik denk jullie ook. Wij willen jullie vooral eens gaan uitdagen om ook zo'n vlog te gaan maken.
laat zien wat jij aan je instelling doet aan Open Science. In een vlogvorm. Hartstikke populair, hartstikke makkelijk. Als je dat nou wil, moet je ons even mailen. Dan leggen we uit hoe dit werkt. Want wij weten dat al heel goed. Wij geven vlogsen. Het voorbeeld. Oei. Vlogsen. Vlogsen is wel heel leuk. Ja, vlogsen. Oh, ja, dat is hem.